Goedemiddag, welkom terug aan boord bij Drifter 22 Doeltje Bella, waar het inmiddels 3 november 2015 is geworden. Doeltje Bella heeft zich in de kopgroep genesteld van een select gezelschap, de Raskombevarenden, die het 22e traditionele Wadden winterweekend meevaren. Ik zal eventjes dat gekraak afzetten. Eén momentje, uit. Het gekraak komt namelijk hier vandaan. Totaal zinloos, want er is toch geen communicatie gaande. Dat is... Oké. Stop. Welkom terug in de Kuip van Drifter 22 Doeltje Bella. En als wij eventjes kijken, dan zien wij in de aanloop van Vlieland, hier op deze stralende novemberdag, het vuurduin. Het vuurduin ligt net iets ten oosten van het groene kottertje wat daar aan het vissen is. Ik kan niet verder inzoomen. Oh jawel. Vuurduin. Kottertje. Maar verder is er natuurlijk helemaal niemand. En dat is eigenlijk ook waarom wij hier zo graag komen. Het is het absolute niets. Nou ja, het is niet meer zo ongerept zoals het waarschijnlijk eeuwen geleden was. Maar het heeft er toch veel van weg. In ieder geval, die illusie heb ik. En dat bevalt me uitstekend. Want voor ons ligt het Bomenland. Zo genoemd omdat er vrij veel bomen staan. En ten westen daarvan kunnen we heel moeilijk zien, maar ik ga even kijken of dat lukt. Kan ik het überhaupt zelf zien? Daar moet ergens het posthuis liggen. Als je in de nacht aan kunt varen, dan kan je net het Bomenland onderscheiden of soms zelfs ruiken. En dan weet je, daar moeten we zijn. Het Bomenland, dat duikt een beetje tussen de duinen. En daar is eigenlijk de ankerplek waar we nou op weg zijn. Om de nacht door te brengen. Als je vanaf hier kijkt, is het nog zo'n, nou, ik denk een 2 mijl te gaan. Ik zal even op een knopje drukken, dan weet ik het. Oh nee, het is veel dichterbij. Let op. We hebben namelijk een handig navigatieapparaat. Wat ons zegt, daar willen wij naartoe. En daar is het plek ankeren. Dat is Vlieland. En eigenlijk zou het er al over 1 minuut of 10 moeten zijn. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit, want voor hetzelfde geld loop je vast. Want het is 2:30. En 2:30 en het was 1:15 hoog water hier op het posthuis. Wat. En er zit een verlaging in van 20 centimeter. Dus er zal niet al te veel water staan. Maar ja. Wat maakt het uit? Als we ook maar in de buurt zijn, dan kunnen we vannacht wat dichter onder de kust kruipen. Dat is één plan om je toch even minimaal 2 nachten door te brengen. Het was te lang geleden dat we hier geweest waren. Even kijken of ik de zon nog kan laten schijnen op het posthuis. Tegenwoordig ook hotelfaciliteiten. Maar ik weet niet of u het kan zien, misschien op het scherm van nu. 27 inch Mac wel, maar het schermpje van dit kleine toestelletje niet. We zullen even kijken. Het is een stralende dag. De afgelopen 2 dagen hebben we het doorgebracht in echt een potdichte mist die zo dicht was. Dat zelfs de brug in de A7 bij Den Oever, bij de Stef Insluizen, niet draaide.
Er zijn al masten die zijn naar beneden gegaan. En, volgend zijn hier Koos de Batier. De drie kleine bruine zeiltjes die je waarschijnlijk ook niet ziet. En ten westen daarvan Kooster Zilt, die helemaal niet zichtbaar is. En dan in een imaginaire achtervolging Captain Chris met Kooster Olle. Die dreigt de nacht te gaan doorbrengen op de Jack Elst. Sterkte en succes, Captain Chris. Wij gaan hier voor de rust van het posthuis wat. De Dodemansbol. De beschutting van het Bomenland. En wat er niet meer zijn. Mocht u dit ter inspiratie zijn, dan is er één tip. Het is namelijk altijd ontzettend aantrekkelijk op het moment dat je vanaf het zuiden komt en je ziet het posthuis. Dan denk je, ah, het posthuis, we zijn er. Trap niet in die val. Die val waar menige draskombevarende in getrapt is. Waaronder ondergetekend. Blijf eerst koersje 0 richting Vuurduin varen. Tot je denkt van, nou, ik word richting Zeegat gezogen. En draai dan in. En op die koers zitten we nu. Ik zal even laten zien welke koers dat is. Dat is een beetje 300. Oh, pardon. Deze leest het begin wat te trillen af en toe. En dan mis je namelijk de bult die nu niet zichtbaar is, maar die wel zo heet, omdat het een soort bult is die zich niet 1, 2, 3 toont. Maar als je erop vast komt te zitten, dan ben je echt aan de beurt. Het is een prachtig natuurgebied, veel vogels, zeeleven. Maar het is echt een hoge bult die aanmerkelijk hoger is dan het posthuis wat zelf. De Dodemansbol daar. Dus, koersje 0 vanaf de binnenbrezen op het Vuurduin. En indraaien als je denkt, nu goed doe ik iets fout. En dan, wij kruipen al tegen het strandje aan met de kont in de duinen. Dan kan je droge voeten uitstappen. Wij hopen dat dit ook zo gaat. Want het wordt natuurlijk wat lager water. Maar ja, de verlaging gaat eruit. Dus ik heb er goed gevoel bij. Ik ben blij dat ik dit met u kan delen. Dit was Trifte 22 Doeltje Bella. Van het onvolprezen wat. Het mooiste plekje. Het posthuis wat. Trifte 22 Doeltje Bella. Het